Goedemorgen, lieve mensen. Dit is Lumeria met Wereldse gebeurtenissen, filmpje 17. Nou, dat vinden wij toch een fantastisch getal, 17. In dit filmpje ga ik het over een aantal zaken hebben. Over Poetin, over crypto's, over financiële dingen. En ik ga jullie gelijk vertellen dat ik geen financieel adviseur ben. Dus alles wat ik jullie vertel, kan ik geen rechten aan ontlenen. Je kan wel alles opzoeken op het internet. En ja, laat het gewoon even een clubje zijn dat we bij elkaar zitten. Van, hé, hoe doe jij dingen? Hoe heb jij dat gedaan? Oh, schrok jij niet van die hele klap van gisteren? Ja, nee, niet die klap die gewoon. Nee, op de cryptomarkt. En weet jij hoe je afroomt? Geen idee. Nee, ik heb geen slagroom. Goed, nou, daar gaan we het over hebben straks. Ik ben geen financiële adviseur, maar ik ga je iets vertellen over de Bitcoin en over XRP en over je wallet. Als je nou denkt van, goh, daar zou ik meer over willen weten, dat mag, want wij hebben een clubje. We hebben een financieel clubje waarin wij geen adviseur zijn en gewoon de dingen die wij van uit ervaring weten, delen. En niemand kan daar een plakkaatje aan hangen van mij. Jij hebt het gezegd. Ga je ook vertellen hoe je met een hele kleine beurs toch iets kan verdienen? Iedereen verdient het. Goed, dat ga ik straks vertellen, hoe je bij dat clubje komt. En ook nog heel, echt iets heel leuks. Als je het dagbericht van vandaag niet hebt geluisterd, dan nou dat. Goed, we gaan eerst even naar Poetin. Vanmorgen doe ik mijn Facebook open. Ik heb twee Facebook, Klaske Goedhart, Lumeria. En oh lieverds, let op voor scammers. Gisteren op Telegram wou een Lumeria Klaske met de link naar mijn grote kanaal wou lid worden. En dat ze kunnen zo, ik kan echt alle profielfoto's weer veranderen, maar dat helpt helemaal niks. Let er goed op. Ik stuur jou nooit privéberichten als jij mij daar geen toestemming voor geeft. Of als we net niet contact hebben gehad op de groep van mijzelf of van Rick. Geen enkele andere groep, alleen van Rick en van mij. Als jij iemand bent en je hebt net bijvoorbeeld iets gepost en ik wil je daar even. Het was net even, nou, het was niet fout, maar het kon net, nou, ja, soms, ja, soms weten mensen geschiedenis niet van Telegram-kanalen. En dat kan je ze niet kwalijk nemen. Dus als ik je daar even op attendeer van jou, deel het maar niet via dat kanaal. Ja, lang leven de nieuwe wereld, maar daar zijn we echt nog niet. Nee, daar kwam ik vanmorgen achter op Facebook. Wat doe je dan op Facebook? Weten jullie wel dat ik daar nog 20.000 volgers heb? Kom op, zeg. Ik ga mezelf niet in de vingers snijden. En op mijn persoonlijke Lumeria Klaske, dat is eigenlijk voor de winkel, heb ik bijna 4.000 of zo. En een andere 1.600. Doe ik meer privé dingen. Nou, nou, op die grote van Lumeria Klaske, daar doe ik veel reclame maken voor wat ik doe, mijn bedrijf, mijn boekjes. Van alles. Dus dat is leuk. Dus vanmorgen even het chakra boekje gepost. Dat is gewoon. Doe jij ook chakra cursus? Ja, natuurlijk. Kijk in een boekje. En natuurlijk ook in een cursus. Nou, maar tot mijn schrik, wat zag ik daar? Poetin in een lijkkist. Met Zelensky erbij. Goh, als deze droom nou eens waar zou worden. Nou, ten eerste vind ik dat je. Dat niemand die in een kist ligt en overleden is, vind ik niet passend op een social media. Op geen enkele manier. Sommige mensen doen dat wel. Die vinden dat fijn om hun geliefde nog even te tonen aan het publiek. Ik hoop dat mijn nabestaanden dat als ik later heel oud en klaar ben, dat ze dat niet doen. Jullie hebben genoeg van mij gezien. Dat hoeft niet nog in een kist. En dat vind ik ook van wereldleiders. Ook van mensen, dat hoort bij het ritueel van afscheid voor de familie. Maar dat is mijn mening. En daar mag jij anders over denken. Wat ik nog veel erger vind, is dat als iemand niet overleden is en die wel in het kist getoond wordt en dan nog met een
YouTube. Zeg, begint met een A, eindigt op I en er zit een Z tussen. Figuur. Ja, soms moet ik wel een beetje cryptisch zijn, hè? Maar wij hoeven geen volgelingen van dat regime, dat NZ-regime, hoeven wij zeker niet op zo'n, in mijn beleving hoeven wij dat niet zo op een foto. Nee. Dus dat is een duidelijke no-go en dan word jij ook echt geblokkeerd, niet alleen onvriend geblokkeerd, dan hoef ik jou ook niet als klant. Dat is dus wat, hè? Als jij dus, ik heb dus een bedrijf erbij, een webshop en een trainingsinstituut. En als je dan volger bij me bent, op een gegeven moment komen we erachter dat we op een heel ander spoor zitten. Wat doe ik dan? Want jij bent nog wel mijn klant. En misschien ga je nog wel wat bestellen bij mij. Of doe jij een online training en moet ik daar nog iets voor jou doen? Maar je vindt het heel vervelend hoe ik tegen jou doe. Ja, dat zal ik ook blijven doen. Ik zal je ten alle tijde, of je daarna geen klant meer wilt zijn. Het zij zo. Ik als ondernemer, zet dat dan even aan de kant. Ik wil mensen helpen tot een bepaald niveau. En ik vind ook dat je zelf kan nadenken. Nou, gisteren kwamen we aan die grens. En dan kijk ik er niet naar of jij een hele goede of lieve of niet een goede klant bent. Of juist wel dat je net voor 100 euro hebt gekocht. Ik denk van, nou, moet maar een beetje voorzichtig met je ook zijn. Nee, dat doe ik niet. Ik krijg het altijd mij. En of je nou een klant bent en je hebt voor 1000 euro gekocht, je hebt alle trainingen gedaan, of je bent dat niet, dat maakt bij mij niks uit. Als jij zelf weinig aanzet tot nadenken doet, of heel bang bent, dan moet je dingen of niet doen, of het loslaten. Ja, dilemma's, hè? Dilemma's. Ik ben en ondernemer en vlogger en ik help mensen. Alleen. Ja, soms dan komt dat wel in elkaars vaarwater. De dilemma's van zakenvrouw. Goed, even wereldpolitiek. Het is leuk, spannend op het moment. Ach, we weten wel dat Trump gaat winnen. En die voorverkiezingen. Nikki Haley, die heeft Washington gewonnen. Kabaal staat. Natuurlijk heeft ze die gewonnen. En ze heeft al eentje gewonnen op Super Tuesday. Binnenkort zal ik Rick eens even vragen om daar ook zijn licht over te laten schijnen. Gaan we lekker weer op Rumble doen. Ja, precies. Dat is leuk. En dus ja, voor de rest gebeurt er veel. Nee. Het is wel heel bijzonder dat er zoveel verschillende nationaliteiten aan militairen in het Lauwers Meergebied aan het oefenen zijn. Dat is wel heel bijzonder. Terwijl er een hele grote oefening in Scandinavië is. Ja, ik heb ook wel eens insiders. Goed, we gaan naar het financiële nieuws. Dit is een financieel filmpje waaraan jij geen disclaimer, ik ben geen financieel adviseur, ik ben gewoon een huisvrouwtje en ik vertel wat. Ja, goed. Ik hoorde van een bekend iemand die de reevaluation, de RV, hè, noemen we dat, de herwaardering van geld volgt. En daarover soms hele goede berichten doet. En die zei, nou, let maar op. 15 maart moeten ze de banken voldoen aan de nieuwe ISO-norm, Basel 4. En nou, dan de re-evaluation gaat van start. En de banken die moeten dit. En de banken mogen geen fiat geld meer. En de banken zus en zo. Alles wat wij de afgelopen jaren hebben gezegd. Dus die datum kwam naar voren. Ik ga jullie nu vertellen. Aan één kant heeft hij gelijk. Aan de andere kant gaat het niet gebeuren. Want er is een klein ander berichtje wat waarschijnlijk gewoon gemist is. En natuurlijk, dat hadden we ook wel heel graag willen missen. Alleen hebben de banken tot 2027 uitstel gekregen om aan tier 4 te voldoen. Dus dat betekent dat die 15e maart, dat is niet de deadline. Helaas niet. Dus 15 maart is niet de deadline voor de re-evaluation, dat de banken zich aan de nieuwe ISO-normen, dus goudgedekt, moeten gaan voldoen. Daar hebben ze gewoon nog 3 jaar de tijd voor gekregen. En zoek het alsjeblieft op. Je kan het zo, ik heb een foto op Telegram gezet. Je kan het Basel 4 uitstel. Nou, en dan vind je dat. Een paar weken terug was het op, toen was het ook heel spannend. En toen kwam dit bericht dat de banken die hebben tot 2027 uitstel gekregen. Ja, dus dan die re-evaluation die duurt nog wel even.
En natuurlijk willen wij heel graag dat dat gebeurt. Wat gebeurt er in de re-evaluation? Dan moeten de banken voldoen aan de nieuwe ISO-normen. En het is de bedoeling dat ze dan met goud of grondstofgedekte valuta werken, wat in de BRICS-landen al heel normaal is. Irak staat op punt om dat allemaal ook echt in de praktijk te brengen. En dus dan wordt het geld, iedere euro of dollar, wordt geherwaardeerd. En wat het toekomstplan is, en daar werken we dus aan, is dat al het geld dezelfde waarde heeft. Dus of je nou een dollar, een pond, een euro, een yen of welk geld dan ook, een roepie hebt. Als je 10 roepie hebt, heb je ook 10 euro, heb je ook 10 yen, heb je ook 10 kronen, heb je ook 10 pot. Nou, dat is handig. En weet je wat het dan het leukste is? Als je dan in je portemonnee, in je beurs, zeg maar, hier nog in Friesland, hoor. Als je dan in je beurs, want portemonnee, ik heb een portemonnee, maar ja. Nee, ik heb geen nee, ik heb geen portemonnee. Ik heb een ja, een portemonnee, ja. Ik heb een beurs. En een beurs is een buidel waar je dus waardevolle goederen in doet. Soms is dat oud-Nederlands fantastisch. En let op je woordgebruik, hè? Daar gaan we het nog veel meer over hebben in andere filmpjes. En ik kan het gewoon niet laten in alle trainingen. Dus, een beurs. Als je dan een beurs hebt. Je hebt ponden, je hebt jens, je hebt guldens. Ja, en je hebt marken en je hebt roebels. Dat is allemaal hetzelfde waard. Wat leuk, wat kleurrijk ook, hè? Hey, dat stomme geld is gewoon dan over de wereld hetzelfde waard. Nou, daar werken we aan, dat komt. Het QFS-systeem is al up and running. En dat gaat naast het SWIFT-systeem. En op een gegeven moment gaat daar dan wel van uit. Alleen ze zorgen ervoor dat dat op een hele mooie manier gaat. Zodat iedereen schrikt altijd van financiële dingen. Hou op, echt waar. Dus wat gebeurt er? We gaan eens even naar die bitcoins kijken. Bitcoins. Les 1. Je hebt cryptocurrencies. En cryptocurrencies, dat zijn digitale geldassets. Dat zijn digitale aandelen in geld, in cryptovaluta. Dus als je zegt, ja, ik doe in bitcoins, dan denk ik dat jij in bitcoins van de bitcoins doet. Ja, ik heb iets van PP en ik heb iets van XLM. Nee. Dus jij gaat ook niet zeggen, ik heb iets van een Albert Heijn, terwijl je naar de Spar gaat. Nee, dat doe je niet. In die cryptocurrencies heb je allemaal verschillende soorten assets, allemaal verschillende soorten valuta. Dus je hebt, nou, er zijn honderden, echt waar. Kies daar maar eens uit. Dus, ja, het is soms een gelukstreffer, soms weet je, want er zijn heel veel mensen die maken dit soort filmpjes en die kunnen dat veel beter dan dat ik dat doe. Dus je hebt Bitcoin, dat was de eerste. Supergoed. Ja, en inderdaad, die werd met verkeerd geld gemaakt, alleen dat is allemaal hersteld. Dus je kan nu gerust Bitcoin kopen. Ja, maar dat is wel duur. Als ik nou één Bitcoin koop, dan ben ik nu 61.000 euro verder. Ja, want je bent het niet kwijt, want je hebt het geruild voor iets. Nou, doe maar niet dan. Nee. Ik zou een oh, dat is 56 cent vanmorgen. Oh, nou, dan kan ik wel een XRP kopen. Oh, dat is fijn. Ja. XLM, dat is iets van 12 cent. Oh, nou, kan ik ook wel even kopen. Dus je hebt XLM, XRP, je hebt Bitcoin. Die vind ik wel de drie belangrijkste, maar dat ligt aan jou. Je hebt Bitcoin Cash, je hebt Binance, je hebt Terra, je hebt Theta Network, je hebt Ethereum, je hebt Bonk, je hebt Polkadot, je hebt Solana, je hebt grapjes ertussen. En die grapjes deden het afgelopen week erg goed. Dus het is een spelletje, moet je het zien. Ik ben nooit naar het casino geweest. Maar dit is wel heel leuk. Alleen bij het casino weet ik dat ik mijn geld achterlaat. En bij een crypto wallet, hè, zo'n cryptobeurs, daar weet je, daar staat het. En dan ga ik jullie eigenlijk een stukje meenemen, heel eenvoudig, in cryptocurrencies. Als jij cryptocurrencies, dus de Bitcoin, de XRP, de XLM, de Terra, de Ethereum, de Solana, de Polkadot, de Bonk, de whatever. Als je die wilt kopen,
dan heb je daar een middleman of woman voor nodig. Nou, een bedrijf voor nodig die jou in de gelegenheid stelt om uit dat hele lijstje iets te kunnen kopen. Nou, dat noemt men een broker. En eigenlijk is het dus een gespecialiseerde bank. Ze hebben allemaal de blocks, de Bitcoin, de Coinmerse. Zo heb je nog heel veel anderen. Ik werk met Coinmerse sinds kort, want ik kwam achter een moeilijk iets, lastig iets. Dat ik denk van, ik kan toch bij één bank ook 5 bankrekeningnummers hebben. Hoezo kan ik bij één broker maar één wallet hebben? Dat kan dus niet. Ik kan niet meer dan één wallet bij een broker hebben. Ik vind Blocks heel handig om mee te werken. Hij heeft nu wat lastige dingen gehad. Alleen vind ik hem nog steeds wel het makkelijkste om, als je beginner bent, om dat overzicht te hebben. En ik krijg geen geld voor van geen van deze 3 brokers. Dus je hebt Blocks, Bitfavo, Coinmerse. Nou, dan heb je die 3 bankinstellingen die gespecialiseerd zijn in cryptocurrencies verhandelen. Met dat zij een bankenvergunning hebben, betekent het ook dat op het moment dat jij, en je moet dus een identificatie ondergaan, je banknummer moet gekoppeld worden aan jouw banknummer van de Rabo, van de ING, van de ASN, van de ABN AMRO, van de KNAP, van de Triodos, maakt niet uit. Jouw eigen banknummer waar jij dat geld van stort in jouw cryptocurrency wallet, dat blijft alleen dat banknummer. Je kan niet zomaar even, heb ik ook wel eens geprobeerd, wou ik iemand bijvoorbeeld 100 XRP geven als beloning. Nou, we dachten dat is leuk. Dat kan dus niet. Je moet dat banknummer wat gekoppeld aan jouw cryptocurrency wallet en that's it. Ik vind het ook stom, maar het is wel zo. Dat betekent ook dat ze aan alle eisen voldoen. Dus op het moment dat jij zegt, oké, van mijn gewone banknummer maak ik €50 over naar mijn crypto wallet, naar mijn cryptobeurs en er zit daar €50 op. Gisteren hadden wij dus een vraag van iemand en alle vragen zijn goed, hè. Het hangt er wel van af of je dan nog. Op een gegeven moment moet je het ook begrijpen. Dan is het gewoon klaar. Er is dan niet nog, ik kan het 50 keer uitleggen. In dit geval heb ik het 10 keer uitgelegd. En dan moet het gewoon klaar zijn. Ik leg het daarom ook in een filmpje nog uit. Je hebt €50 op jouw gewone Rabobank te staan. Ja, ik weet het. Het is dus, ja. Oké. Okay. Nee, ik heb geen Rabobank. Ik vind het zelfs heel erg als bedrijven Rabobank hebben. Dat ik denk van, jakkes, daar een over maken. Die zijn nog niet wakker. Oké, ander verhaal. Alle banken zijn wel een beetje, maar sommige banken zijn heel erg. Dat begrijpen jullie, hè? Dus €50 van je, in dit geval Rabobank, ga je. Ja, ik heb geen Rabobank hoor. ING is ook er. ABN AMRO Bank is ook er. ASN Bank, weet ik niet. Ik heb dus 3 verschillende banken. Onder 3 verschillende paraplu's, hè? Dat is belangrijk. Want als er onder dezelfde banken paraplu zit, helpt het nog niks. Dus als de ene bank dan storing heeft, kan ik bij de andere bank nog pinnen. In ieder geval 2 verschillende banken die niet onder dezelfde paraplu zitten, is een advies van mij. Ja, maar dat kost geld. Ja, een leven kost geld. €50 heb jij gestort van jouw gewone normale bankrekening. En die doe jij in een crypto wallet. Dan kan je denken, oeh, dit vind ik heel spannend, want gisteren was er een dip. Oeh, dit vind ik zo spannend. Oh, straks is mijn geld weg. Oh, wat erg. Ik ga eerst naar de winkel. Ja, ik ga eerst naar de Action. Nou, daar zou je plakband kopen en je komt met €50 aan rommel terug. Herkenbaar? Ja, dat kan beter niet naar de. Doe maar niet. Als je plakband wilt hebben, doe morgen maar even op bij de supermarkt. Die is wat duurder. Weet je zeker dat je niet met €50 aan rommel terugkomt. Zo, dus je hebt €50 in die wallet. Ja, maar stel je voor, dat is een crypto wallet. Dat die €50 in één keer maar €25 waard is. Dat kan toch helemaal niet? Nee, dus ik wil dat terug naar die Rabobank. Ja, want stel je voor. Nee, die €50 in jouw wallet, in die beurs van die cryptocurrency bank,
Die blijft 50 euro, want het is gewoon een bank. Het is gewoon een bankinstelling. Dus als je 50 euro in je wallet hebt, heb je 50 euro in je wallet. Gaat niet hoog, gaat niet laag. Op het moment dat jij denkt, hey, ik wil die 50 euro, ik hou niet van luie valuta. Ik hou niet zo van luie mensen. Ik hou niet zo van luie valuta, van lui geld. Daar hou ik niet zo van, vind ik. Ga maar aan het werk. Als je in tussentijd. En weet je wat het is als je aan het werk gaat, waar gewerkt wordt van een spaarders? Heel vroeger, begin jaren 90, werkte ik bij een gerenommeerd luxe restaurant in Oranjewoud. Dan weten sommigen wel genoeg. Was de oude nog. En daar hadden we een bijzondere baas. Het was net Michelin poppetje. En als hij boos werd, dan liep hij baas aan. Een hele lieve vrouw. En dus op een gegeven moment werken, 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 werken. Ja, oké, ik was ook maar 20, dus dat kon ook wel. En ik klaagde niet hoor, dat ik te weinig slaap kreeg. En we kregen wel eten, we kregen goed eten. En drinken ook was prima. Prima, zorgde verder goed voor het personeel. Behalve dat hij wel eens uitbarsting had. Poeh. Nou, en dan had je de kelder, dan had je de wijnvoorraad. En ook in een heel klein nisje, daar kon iedereen zich omkleden. Mannen, vrouwen, maakt niet uit. En nou, dus op een gegeven moment kwam er een wijnvoorraad. En ik moest die van boven, een gammel trapje naar beneden moest ik brengen. Ja, en toen viel er dus een doos met dure sherry. Ja, laat dan zo'n baas mij betalen? Of is het ondernemersrisico? Want ja, je personeel heeft al lang gewerkt of die kan een ongelukje houden. Oh, zei de mevrouw die toevallig daarboven stond. Gaat het goed met jou? En toen kwam de baas zelf eraan en zijn lieve vrouw, die had, dus hij kon ook niet meer boos worden. Gaat het wel? Dus die doos met sherry, ja, maar dan ondernemersrisico. Oké, okay, het is een ondernemer. Alleen jij hebt 50 euro in je crypto wallet. Ook in trainingen en ook in filmpjes vertel ik privé dingen, omdat het zo'n mooie metafoor is voor jullie. Dus denk niet dat ze privé dingen vertelt van, oh, ze moet dat even kwijt. Nee, ik vertel altijd privé dingen en omstandigheden en leermomenten, zodat jullie daar iets van kunnen leren, zodat jullie iets kunnen herkennen op een leuke manier. Goed. 50 euro. Ja. Nou kan je dat heel fijn laten staan. Had je ook op een Rabobank kunnen laten staan. Ja, 50 euro kan je koesteren. Kan je spaarpot doen. Doet het helemaal niks. Echt niet. Nee. Je kan ook een lot ervan kopen. Doet het ook echt helemaal niks. Nee, maar ben je het wel kwijt. Je kan naar het casino. Weet je zeker dat je het kwijt bent. Je kan het ook aan een dakloze geven. Dan heeft het wellicht nog een goed doel. Behalve als hij die dure telefoon uit zijn jaszak haalt. Je kan het aan de drugsverslaafde geven die dan wellicht verontreinigde heroïne koopt. Dan ben je ook niet happy van. Ja, je kan ook naar een restaurant gaan en het opeten. Dan heb je er genot van. Vind ik echt een heel goed plan. Alleen dat doe ik met de volgende 50 euro. Die eerste 50 euro vind ik fijn in mijn wallet. En die gaat daar niet lui zitten werken. Nee, die gaat daar werken. Die gaat er niet lui zitten zitten. Want ik zit hier in een nieuw plekje. Ik vind het hier vakantie. Leuk, fijn. Nee, je bent er om te werken. Geld moet werken, vind ik. Dus, goed. Wow, wat zijn er veel klusjes. Wat moet ik nou doen? 1. Bitcoin. Van de 50 euro zou ik 25 euro in Bitcoin doen. Ik, hè? Ik. Dat hoef jij niet te doen. Alleen, ik kom er straks nog even op terug wat je met die Bitcoin doet. Dus. De koers is 70.000 euro. Dat is hij nog niet, het komt nog. En het doen we in een bitcoin. En even later, oh, verrek. Hij is gezakt naar 40.000. Nou, mooie troela die Klaske. Kan allemaal gebeuren. Ga ik straks over hebben. Dus ik doe 25 euro in bitcoin. Ik doe 10 euro in XRP. Ik doe 10 euro in XLM. En er was nog een grapjes meme coin. Nou, daar doe ik 5 euro in. Vooruit maar, 5 euro, wat kan er gebeuren? Waar zitten we dan op? Dan zitten we op, dan zitten we ook op 25 euro. Ja, maar kwaad. Op. Nou, dus je kijkt de volgende dag. En van die 25 euro is er nog 30 euro over. Oh,
Heb ik €50 geïnvesteerd? Nou, daar, ik ga dat allemaal gelijk eraf halen. Jeetje, Mina, gelijk €20 verlies. Schandalig. Echt waar? Nee, geduld. Ik heb dus ook mensen, Shiba. Ik had gisteren ook iemand die had Shiba gekocht. Heel goedkoop nog. Supergoed. En ik vertel mensen dan, dan moet je gaan afromen. Alleen dat moet je niet zo snel doen. Want de verwachting is dat Shiba nog veel hoger gaat. Die is dus een paar jaar heel laag geweest. Ik had toen voor €100 gekocht. Hele hoge prijs, daar komt u nu weer in de buurt. Dus ik heb gewoon 3 jaar gehad dat voor €100 mijn hele investering terug was gegaan naar €8. En ik had zoiets van, kan het verkopen, heb ik ook niks. Ik kan het laten staan, prima, laat maar. Ik kijk er niet meer naar. En nu begon in één keer, iemand had al gezegd van, nee, je moet geen XRP kopen, je moet Shiba kopen. Dus ik had wel wat Shiba gekocht nog in een andere wallet. En nou gaat hij, nou is hij bijna weer op die €100. Hij heeft 3 jaar geduurd. Als je dus vandaag voor €20 koopt en morgen is hij €40 waard, zou ik nog niet jouw €20 inleg terugpakken. Dan zou ik even wachten, behalve bij grapjescoin, de Pepe bijvoorbeeld. Daar heb ik, vorige week heb ik daar voor €5 gekocht. Was op een gegeven moment €11,50. Toen dacht ik, ja, nou haal ik mijn €5 weer terug. En wat er dan staat, is gratis geld. Alleen moet je met dit, er staat nog steeds €10. Fantastisch, gratis geld. Schoon €10. Alleen met de XRP en XL en met de Bitcoin doe ik dat niet. Ik heb nu na 4, 5 jaar de Ethereum afgerond. Eindelijk, na zo'n lange tijd. Cryptocurrencies is soms heel snel, maar soms ook heel langzaam. En dan komen we op de Bitcoin. En de Bitcoin is als voorbeeld. Zo moet je dat ook zien, als voorbeeld. Dus de Bitcoin, toen deze gerealiseerd was, nou kostte die niks. Ik kon zo 300 bitcoin kopen. Of voor €100 had je, weet ik hoeveel. Als je nu echt. Nou, daar zijn die bitcoin miljonairs en miljardairs ook van. Fantastisch. Goed gedaan. Ik had er geen verstand van. Ik wou de jaren niet aan. Ik had echt zoiets van, wow, ik vind het wel heel lastig. En nu denk ik, oh, het is een leuk spel. Beter dan de Pokémon Go. Daar betaal ik alleen maar voor, dus dat doe ik echt niet meer. Dit is leuk, dit is een spelletje. Mijn man vindt er ook niks aan. Vaak is het een van een stelletje wat het leuk vindt. Ik vind het leuk. Ik overleg wel alles met hem. En dus wij doen alles wel in overeenstemming. Nou, poeh, Bitcoin. Nou ja, moet je daarin investeren? Ja, weet ik niet. Het is slecht, het is kabaal en die drie gorsjes dam. En oei, oei, oei. Nou, heb ik mij in verdiept. Heb ik niet voor niks Poetin. Dus het is opgelost. Bitcoin is gezuiverd, heeft geen negatieve ladingen meer. En je zit erover in dat dat mijnen zoveel geld kost. En jij denkt dat die windmolens met 1200 liter olie per maand geen geld kosten. Of een elektrische auto. Nou, houd daar dus maar mee op. Doe maar gewoon Bitcoin kopen. Nee, dat mag ik niet zeggen. Ik koop gewoon Bitcoin. En jij zou mij kunnen modelleren. Dat zou kunnen. Maar dat ligt bij jou. Goed, dus wat heb ik gedaan? Sinds 2021 heb ik zo nu en dan heb ik wat bitcoin gekocht. Nu heb ik elke maand koop ik voor €50 bitcoin, maar dat gaat niet van mijn bankrekening af. Ik zorg ervoor dat in mijn cryptocurrency valuta, in mijn beurs, daar zitten een aantal wallets, een aantal valuta, assets. Die hebben, dat is gratis geld. Want daar heb ik jaren terug heel veel geld mee verdiend, is heel erg naar beneden geklapt. Komt nu weer op de Dogecoin. Ja, dat was ook ernstig. Heb ik ook enorm op verlies gestaan. Ik heb hem wel voor 0,05 cent gekocht. Ik heb ook een crypto wallet. Daar heb ik hem voor 32 cent gekocht. Dus ik weet dat die 32 cent waard kan zijn. Maar ik heb één wallet, daar heb ik toen wel leuk gekocht. En die gebruik ik. Die heb ik dus afgeroomd. Dat is gratis geld. Dat is de eerste. Als ik geen andere cryptocurrencies kan afromen, gebruik ik die omdat ik weet dat is gratis geld. En nu gaat die Dogecoin ook omhoog. Dan denk ik, zou je dat dan wel doen? Dus van de week had ik €50 eraf gehaald. Maar ik merkte er niks van, want hij ging alleen maar omhoog.
Dus die 50 euro heb ik niet eens gemist. Dus het komt niet van mijn bank. En het gaat dus van mijn Dogecoin in mijn wallet, van mijn wallet weer naar de Bitcoin. Voilà. Ja, en dan ga ik er niet naar kijken. Dit heb ik van Marlon Vos. Daar ga ik er dus niet naar kijken wat de koers is. Dat is het trucje. Vind ik heel spannend. Want ik had liefst gisteravond op het dieptepunt even 50 euro Bitcoin kunnen kopen. Maar dan doe je het voor de extra. En dat kan gerust. Als je dan echt even zo'n dip hebt, dan koop je even extra. Nou, dus 50 euro doe ik per maand erin. En dat is van mijn extra geld. Van mijn, dat ik niks merk. En nu is het dus 60.000 euro. Hij is 13.000 geweest, 19.000, 40.000, 30.000, 50.000. En op al die tranches heb ik dus wel Bitcoin gekocht. En dat is het advies wat Madelon Vos geeft. Die mag advies geven. En die zegt ook gewoon elke maand voor een vast bedrag kopen. Ik doe het dan voor 50 euro. Zij doet het voor 100 euro. Zij kan ook wel meer, maar het hoeft niet meer, hè? Je moet niet denken dat je, wat ik ook in mijn financiële groep doe, is jullie leren dat je met kleine beetjes, dat iedereen, ongeacht jouw inkomen, want ook al heb je een klein inkomen, dan nog zet jij misschien wel 5 of 10 euro op je spaarrekening. Wat is het leuk als je het aandurft om daar toch wat van in een crypto wallet te doen. En ook mensen met uitkering hebben wij in de groep. Die ook bijvoorbeeld beginnen, hebben ze gespaard. Hebben ze misschien 10 maanden gespaard, 5 euro overgehouden van boodschappengeld wellicht. En dan hebben ze 50 euro gestort. En wat is het dan leuk dat die 50 euro 60 euro wordt? Want van 1.000 en 10.000 ben je zo makkelijk. Maar ik vind het veel knapper en leuker om van 50 euro. Dus wat heb ik gedaan? Om de mensen met een kleine beurs ook tegemoet te komen, heb ik bij Coinmeurs een kleine werkwallet gemaakt. Waarom heet het een werkwallet? Want het is gewoon mijn wallet, hè? Er staat mijn naam. Ik heb daar 120 euro ingezet. Zou 100 euro, maar ik had dat bij Blocks gedaan en toen had ik 10 euro winst, maar ik mocht van Blocks geen twee wallets. Dus ik had al 10 euro winst, dus eraf gehaald, nou, op de Coinmeurs gezet. En toen was de bonk was heel goed. Goh, zei mijn compagnon Matthijs. Jammer dat je. Jammer. Ja, ik zie. Had ik het net niet. Nou, ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon 10 euro tegenaan gooien. Dus 120 euro zit in die wallet. Van mijn geld, hè? 110 euro van mijn geld, 10 euro winst. Van mijn privégeld. Wat doen we daarmee? Elke dag gaan wij even een screenshot maken. Wat hebben die crypto's gedaan afgelopen 24 uur? Kan je meekijken? Ik heb Stella gekocht, XRP gekocht, Bitcoin. Bitcoin Cash geloof ik, Polkadot of Solana. Even, nou, in ieder geval, dat deel ik allemaal op de financiële groep. En in 1 september, dan gaan we het afronden. En als het nou in de min staat, dan is dat voor mij een risico. Staat het in een plus, stel je voor dat er 50 euro plus staat, dan mag de groep, de financiële groep, die mag gaan stemmen aan wie we dat geven. Dat is niet een ambi gecertificeerd goed doel. Nee, dat doen we niet. Dat is wel een goed doel wat wij zelf kiezen. En dan gaat geld, en als het nou heel veel is, verdelen we het onder een paar. Het is gewoon leuk. Dus dat zijn we aan het doen. En dan hoop ik dat jij door af te kijken ook gaat zien dat het heel leuk is om met cryptocurrencies om te gaan. En dat wanneer je met hele kleine bedragen bezig gaat, wat voor verlies heb je dan? Als jij 1 keer in de maand, of je koopt 2 keer in de maand nu is tulpentijd, en je koopt 2 of 3 keer in de maand tulpen. En dat doe je gewoon een maand niet. En het geld wat je daarvan overhoudt, dat zet je in jouw wallet. Of je gaat 1 keer per 2 weken uit eten, al is het de patatboer of zo, met het gezin. En dat je zegt, nou, doen we even niet. We leggen dat even aan de kant. En aan het eind van de maand kijken we, hey, we zijn deze maand niet 4 keer naar de patatboer. We gaan maar 2 keer. Of we bestellen op zaterdagavond altijd een pizza bij de pizzaboer. Dat hebben we 2 keer gedaan in de maand. En die
Andere twee keer dat geld, dat leg ik even aan de kant. Je stopt met roken. Dat hoef ik niet, want ik rook niet. Maar je stopt met roken, dat kan je er ook in zetten. Al dat soort dingen. Ga kijken, wat kan ik verschuiven? En als je gewoon 50 euro over hebt, dan doe je dat. Maar het hoeft niet alles te zijn. Jij bepaalt waar jij je comfortabel bij voelt. Dus als jij je comfortabel voelt bij 50 euro, vind ik gewoon wel een heel mooi minimaal bedrag. En je zegt van, als ik dat kwijt ben, dan bedenk ik gewoon dat ik een keer geen pizza met het gezin heb gegeten of niet naar de dierentuin ben geweest of whatever. Prima. Dus die zit daar. Heb je geen winst, geen verlies, dat heb je vertrouwd, zit dat in je wallet. Dan kan je daar dus mee spelen. Laat het gewoon een spelletje zijn met het risico dat je verliest en nog een groot risico dat je er gewoon geld mee verdient. Op mijn financiële groep zag ik ook, ik ben voorzichtig met de XRP. Ik heb wel gezegd, koop XRP, dat is nu heel laag. Het is heel goed om XRP te kopen. Koop voor 25 euro XRP en je hebt een heel mooi aantal, een paar honderdtal. Voor 100 euro XRP heb je 50. XRP was nou 50 cent, hè? Is er je wel geweest. Dus koop je voor 100 euro, heb je 200 XRP. Stel je nou voor, en die berichten die hoor ik ook. Ik meen dat Janine de kaartlegster had gezegd, dat is drie cijfers voor de komma. Als zou het maar een euro zijn. Als zou dan die 100 euro die je hebt geïnvesteerd, 200 XRP en de XRP wordt 100 euro. Of 1 euro. Nou, maar stel je voor, ik heb inderdaad prijzen gelezen tussen de 100 en de 9.500 euro. Maar dat moet nog. Alleen zo begon het ook met de Bitcoin. En XRP en Bitcoin zijn beide cryptovaluta waar wel een grondvest onder zit. Heb je de Pepe, heb je de Bonk, heb je de Floki, heb je de Dogecoin? Dat zijn grapjes, bitcoins, grapjes. Grapjes, memecoins noemen ze dat. Nou, daar loop je veel meer risico. Alleen ja, kan het ook met zo'n Dogecoin. Sky high en Shiba Inu, sky high gaan. En daar ga je inderdaad op een gegeven moment denken, yes. Dus ik heb ook een filmpje gemaakt op mijn financiële groep. Dit is wat wij doen. Je kan het gewoon eens even vragen van, hey, hoe zit dit? Geen 10 vragen over hetzelfde. En als jij bang bent dat het gaat fluctueren, ja, je moet toch een beetje lef hebben in het leven. Wil je iets gaan doen? Je kan geen marathon winnen zonder eerst te gaan wandelen. Dus, gaan we het doen. Zet je geld aan het werk. En als jij je daar vertrouwd mee voelt, kan jij zelf invullen hoeveel geld jij daarin investeert. Maar alleen al met 50 euro kan je gewoon ook leren hoe dit moet. Iedereen kan dit. Echt waar. Wil jij in de financiële groep, want je denkt, oh man, ik wil daar wel wat ondersteuning bij. Dat mag. En dan word je ook lid van mijn ambassadeurskanaal. Je mag dan lid worden van mijn ambassadeurskanaal, van mijn financiële groep, waarin jij gewoon vragen kan stellen of dingen deelt. En dat kost 4,99 per maand, want ik steek daar, gisterochtend heb ik de hele tijd daar aandacht aan besteed, een paar uur lang. Nu maak ik dit filmpje. En deze week ga ik nog per kaart, per cryptocurrency die ik in mijn wallet heb, in mijn werkwallet heb, gaan we ook even tarotkaartlegging doen. Nou, op donderdagavond hebben de ambassadeurs een Zoom-bijeenkomst, kan je ook later weer kijken. En op de Telegram, daar worden heel veel berichten ook gedeeld. Ook heel veel berichten niet gedeeld. Het is heel veilig. Hele ernstige berichten willen we niet hebben. Geen gruwelijke berichten. Geen kinderen die afgeslacht worden. Dat soort dingen doen we allemaal niet. Dat vinden we te zot voor woorden. We maken elkaar niet af. We zijn netjes en fatsoenlijk. Nee, dat is niet op alle groepen zo. Nou, dat dus. Je kan ook kiezen. Dat is op Telegram. Daar ga je mijn bericht doen. Ik wil graag even een tikkie. Dan betaal je dat, krijg je de linken om op de financiële groep en op Telegram te komen. Ook heb ik een groep op mijn trainingsplatform ontwikkelen.lumeria.nl. Dat is rustiger, dan krijg je al die ruis niet. Alleen daar heb ik niet de financiële groep. Dan kan je wel daar lid worden van de ambassadeurs.
En dan mag je ook op de financiële groep op Telegram. Dus twee keuzes. Ik heb er ook nog een instructiefilmpje bij hoe je ambassadeur wordt. Die zal ik hier even aan linken. En heb je vragen, dan verwijs ik je dus naar die financiële groep. Want ik steek er heel veel tijd in. En dat kleine walletje wat ik heb gemaakt, dat is heel leuk om te zien hoe dat verder gaat. Want hij stond nu op €138 vanmorgen, ondanks de dip. Ja, dat heb ik dus afgelopen zondag pas ingezet. Dus ondanks de dip is hij gewoon goed. Jullie kunnen verder mij volgen. Abonneer je op dit YouTube-kanaal. Zo nu dan doe ik deze filmpjes elke dag. Elke ochtend doe ik een leuk positief dagfilmpje. Behalve als ik het te druk heb om mensen vragen te beantwoorden. En ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Ik wens jullie een hele mooie dag. Dag allemaal.